Hey allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En ik ben onderweg naar Carpentras in Frankrijk. Daar moet ik één pelletje lossen. En daarna naar Monteux, dat ligt net buiten Carpentras. En dan gaan we spullen lossen voor een kas die ze gaan bouwen. Dat moet ik vandaag nog doen en dan heb ik morgen nog een kleintje, ja, die zat in de buurt bij Nice. Dus we hebben nog werk zat. Carpentras heb ik hem er al uit. Een paar rotondes hiervoor, toen vloog mijn camera door de auto heen, dus daar kon ik niet meer bij. Maar ja, het was een pelletje van 30 kilo, dus die heb ik er even uitgepakt en gelijk binnengebracht. Dus ik zal even een rondje draaien bij de rotonde, dan zien jullie nog de campingwinkel. Maar ja, dat was het wel. Ja, sorry, de camera die vloog even door de auto heen. Ja, kan gebeuren. Nou, de volgende is een kilometer of 6. Hier vandaan. Dus alleen hoe ik er moet komen, dat weet ik nog niet. Maar dat gaan we zien. Misschien valt het wel mee hoor. Zo'n bouwlocatie of zo waar ze kassen bouwen. Dus de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer. Maar dat zien we zo. Scherp zonnetje trouwens. Nou, vooral staan worden verboden voor 12 ton. Ik weet het anders ook niet.
zitten in ieder geval op een goede straat. Als het goed is. Wat ik hier vrolijk van? Zeker niet. Dit is hier niet leuk. Fijne adresjes dit. Nee, dit is lekker. Lekker makkelijk hier. Zijn. Hier zijn ze wel een nieuwe kast aan het bouwen. Wat een ellende. Nou, ik word niet zo heel vaak chagrijnig. Maar van die overhangende takken en dat ik er allerlei bosweggetjes heen moet, omdat je er anders niet kan komen, daar word ik echt chagrijnig van. Dat wordt weer poetsen. Want ja, er zitten sowieso krassen op het dak, dat kan niet anders. Ik heb nog niet gekeken en ik durf eigenlijk ook niet te kijken. Nou, ik ben ondertussen aan het lossen. Nou, zoals jullie zien, het is er dan dak toe. Maar daaronder liggen, ja, daar liggen platen. Dus dit is één lang deel van een meter of 10. Dus ze weten ook nog niet zo goed hoe ze die eruit gaan krijgen. Die man is ook niet heel blij. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik kom het alleen maar brengen natuurlijk. Hè. Nou goed, en ik heb de auto aangelopen. Dus ja, er zit één grote kras daar bovenop. Het valt nog mee. Ik denk dat het er met de hand uit gaat, want de manitou daar, die kan hem niet pakken, dan buigt hij helemaal door. Het is natuurlijk 10 meter, dus we gaan het zien.
Nou, zoals jullie zien, er worden even een paar mannen opgetrommeld en dan gaat het er zomaar uit. Nou, het is allemaal geregeld. Dus nu ga ik nog even een stukje rijden. Er is een pelletje bijgekomen, dus ik moet eerst even wat gaan laden in Moan Sartou. Als het bij kan. En daarna de laatste lossen. Ook goed. Dus we gaan nou eerst die kant op. Nou, ondertussen heb ik een plekje gevonden. Sta ik stil. Deze avond sta ik niet bij een restaurant. En dat komt door mijn dieet. Dan doen we gelijk de dieet-update maar even. Jullie weten natuurlijk dat ik een dieet volg via Sector Instituut. En het gaat echt heel goed. Ik ben nu in 9 weken ben ik 10 kilo kwijt. Dus dat gaat echt heel goed. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik moet er natuurlijk wel wat voor doen en wat voor laten. Nu eet ik nog wel geregeld in restaurants. Maar ik probeer 2 keer in de week nu in de auto te eten. Daar heb ik altijd een beetje tegenaan geschopt. Maar goed, ja, ik moet er ook wat voor over hebben. Dus voor de fans van koken met trucjes, let op. Nou, ik heb wat bedacht. Dat is mijn keuze hoe ik het opwarm. Ik heb een, hoe heet zo'n ding? Een airfryer gekocht. En ja, een hoop mensen denken natuurlijk voor frietbakken en dergelijke. Maar dat doe ik dus niet. Ik kook daar vers in. Leg ik zo meteen uit. Dus ja, dat gaan we nu dus doen. En ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. En nog een voordeel. Ik heb geen luchtjes in de auto, geen geurtjes. Dus vandaar. Dus vandaag ga ik een curry maken. Een Thaise curry. Ja, met kip. En met groente nasi doe ik het door. Dus geen gewone nasi of rijst. Maar van groente. En dat allemaal ga ik dat doen in de airfryer. Dus ja, ik heb het zelf eens even uit zitten dokteren. En eigenlijk werkt het best goed. Dus ja, ik eet eigenlijk best wel lekker. En ik snij ook alles vers. Dus alle producten neem ik gewoon mee van huis. Daardoor zijn het ook, is het ook langer houdbaar als ja, magnetronmenu's of iets dergelijks. Dit kan je allemaal langer bewaren. En dat is wel handig. En het is allemaal vers. Dus wat heb ik vanavond? Ik heb hier kipreepjes. Ik heb de knoflook heb ik al gesneden. Met een beetje gember. Paprika heb ik gesneden. Dan hebben we hier de Thaise curry. En de groentenrijst. Kokosmelk. Ik doe een beetje spinazie door. Cashewnootjes liggen daar nog. En mijn tablet, want ik kijk gewoon lekker serie vanavond. Nou, de airfryer is op temperatuur. Dus dan doe ik een beetje olijfolie erin. Een heel klein beetje. Nou, dit is echt koken met trucjes. Maar goed, je moet er wat voor over hebben om maar af te vallen. Dus vandaar. Dan doen we de kip erin. We gaan dus in laagjes. Dus dan doe ik wel de knoflook er vast bij en de gember. Ondertussen heb ik bij de kip heb ik de cashewnoten, de currypasta en de gesneden paprika er alvast bij gedaan. Dus nu even wachten tot de kip gaar is voordat we verder kunnen. Ik maak alles in laagjes, want anders dan is het, ja, dan zijn je groenten zeg maar doorgekookt. Omdat je eerst moet wachten tot de kip klaar is. Dus het is even puzzelen in dat ding, maar het gaat op zich goed. De kip is klaar, dus nu doen we de rijst erbij, tenminste nasi, groente nasi is het. Het is gewoon, je kan ook bloemkoolrijst, noem maar op, je kan ook gewone rijst natuurlijk als je dat wil. Dat roeren we door elkaar. Doe het heel even zo erin. Zo, even 1 minuutje en dan doen we zo de kokosmelk erbij en een klein beetje water en dan laten we het even lekker sudderen en dan op het laatst nog een minuutje de spinazie, want anders krimpt de spinazie, dus
dat is echt op het laatste moment, want anders dan, komt het niet goed met spinazie. Oh, het ziet er goed uit. Spinazie erbij, dan nog een minuutje. Want spinazie dat verrimpelt, dus dat roe ik er een beetje doorheen. Zo. Nou, het is klaar. Lekker hoor. Maar het is lekker en gezond. Dus ja, helemaal top. Dus ik ga even eten en dan ga ik nog even serie kijken. En dan zie ik jullie morgen. Het enige nadeel aan dit verhaal is dat je 's avonds de afwas moet doen. Maar ja, dat is niet anders. Dat ga ik vanavond niet laten zien. Dat is weer voor een volgende keer. Want ik moet natuurlijk ook wel jullie steeds wat nieuws laten zien. Dus de afwas, dat gaan we de volgende keer weer doen. Goedemorgen. Het is donderdagmorgen 6:30. En ik ben weer aan het rijden. En we zijn onderweg naar Mont-Moa-Sartou. Nog één doos of pallet ophalen. Zo zijn we daar een mooie 7:45 of zo. Een mooie tijd. Nou, de doos, dat is alles. We zijn in Contes. Ik ga even de zijkant openmaken en dan kunnen we lossen. Kijk, het gaat super snel. Ik had 2 van die lange pallets en die zijn 3,40 meter lang. Dus nou, gaat super goed. Ik leg altijd trouwens die planken hier over mijn wiel bij mijn trekker, zodat de heftruck nooit tegen mijn sideskirt aan kan rijden. Daarom doe ik dat zo. Dan kunnen ze de auto nooit raken. Nou, mooi. Binnen 5 minuten geregeld. Dichtmaken maar weer. Nou, ik heb net met de planning gebeld. En we gaan terugladen in Italië. Dat is vaak zo vanaf hier, vanaf de Côte d'Azur, vanaf de kant van Nice. Ik moet terugladen in Leini bij Turijn. Ik weet eigenlijk niet of we dat al een keer gefilmd hebben. Maar goed, dat is weer het zwarte goud. Dat zijn weer banden. Dus op het moment heel druk met die banden, maar ja, dat gaan we dus doen. Dus ja, dat is 317 kilometer. Ze gingen even proberen of ik vandaag nog kon laden, want ik kan er om 3:45 zijn. Ik zie trouwens wel een mooi dorp hier. Ja, jongens, dit is het straatje waar het ding zit, waar ik net gelost heb. Kijk maar boven die bult, dat is wel mooi. Ja, kom maar. Dat is wel mooi, hè? Ik heb het heel goed kunnen zien, maar het gaat wel leuk. Zulke plaatsjes bovenop zo'n berg. Ruim bemeten hier, maar dat is hier altijd. Dat is in deze hele regio is eigenlijk niet gebouwd voor vrachtverkeer. Nou viel de weg hier naartoe mee. Maar goed, wat ik dus aan het vertellen was, de planning gaat even bellen met bandenkeizer Marcel. Of hij een laadploegje kan regelen, tenminste of hij die klant kan contacten of daar een laadploeg aanwezig is om mij vandaag al te laden, anders zijn we vroeg klaar. Maar ja, goed. Dat is af en toe het risico van het vak. Dat is soms niet anders. Dus ja, het is nu donderdag, dus het zou wel mooi zijn als ik laai. Dan ben je zaterdagmorgen wat eerder thuis. Kijk, thuiskomen doe ik toch niet meer.
dat weet ik al. Vrijdagavond, maar dat is nog niet zo erg. Maar het scheelt je natuurlijk zo een paar uur. Zeggen we dat het een van de mooiste snelwegen van Europa is, zo langs de kust. Dat is misschien ook wel zo. Maar hij zit wel vol met tunnels en wegwerkzaamheden. Daar word je wel een soort op dit moment helemaal gek van. Echt om de 2 kilometer zijn de wegwerkzaamheden. En dat is gewoon een heel lang stuk. Wat doe jij? Wegwerkzaamheden erin en er schiet er nog eentje echt net voor mijn neus voor de pionnen. Dus vandaar dat ik even toeterde. Maar goed, ja, dat is wel een beetje, daar word je wel een beetje gek van hier op het moment. Dat is wel, ja, er zit weinig gang in, mag ik het zo zeggen.
Nou, ondertussen sta ik de banden te laden in Leinie. Het ging allemaal redelijk snel. Ik kwam aanrijden, die jongens stonden gelijk te wachten. Ik had te horen gekregen dat ik er voor 4 moest zijn. Ik was hier om 3:15, dus ik was mooi op tijd. Dus ik word nog geladen, dus dat is helemaal top. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Dus, nou ja, jullie weten hoe dit gaat, hè, die banden laden. Dus dat duurt even. Nou, we hebben al veel verschillende manieren gezien. En hier gaat het dus met een lopende band achterin. Dus dat is niet met een heftruck te doen. Dus ja, dat is weer een andere manier. Nou, het is 6:15 en ik ben geladen. Dus ik ga nu nog een uurtje rijden en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Nou, wat een succes weer, jongens. Ik wilde naar een restaurant. Daar was helemaal geen plek meer. Dus ik denk, nou, dan rijd ik naar de Autoporto in Sousa. Daar zit ook een restaurant bij, daar ben ik al 15 jaar niet geweest of zo. Maar goed, maakt niet uit, we gaan het zien. En nu staan we hier zo vast als een huis allemaal, omdat alles geblokkeerd staat. Er hebben er een aantal geparkeerd en nu kan niemand meer rond. Dus dat is handig. Dus volgens mij is mijn voorganger naar de politie bellen of zo. Dus we wachten af. Kijk, ze hebben hier de weg geblokkeerd. Dus dat is handig. Maar wij kunnen er allemaal niet door. Nou, ik sta. Er was gewoon nog plek. Maar ze hadden het gewoon vastgezet. Dus geregeld. Zo. Nou, ik heb even lekker gedoucht. Dus ik ga even mijn spullen opruimen. En dan ga ik nog even lekker een filmpje kijken. En dan vind ik het mooi geweest. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is 6:10. Ik ga weer rijden. Ik heb een vrouw een beetje water in mijn gezicht gegooid. En voor de rest vind ik het prima. Ik hoef toch niet naar een klant of zo. Dus doe maar zo meteen als het licht is wel even lekker opfrissen. Niemand ziet me toch. Ja, jullie nu. Maar oké. Okay. Maar ja, dus ik ga nu gelijk rijden richting de Frézu. En dan stoppen we wel even ergens in Frankrijk. Zo, we zijn bij de Frézu-tunnel. Excuus. Tenminste niet verkeerd, maar... Tolk hier. Grazie, ciao. Trouwens, net betaald heb voor de Frézu-tunnel is trouwens €381.
jongens. Dat is ook weer een prijzig tunneltje. Nou, ik heb 3 uur gereden. Ik zit een klein stukje voor Lyon. Ik ga me eigenlijk nu even lekker opfrissen. Dus lekker. Nou, ik heb ook gelijk de sleutel van de douche weer gekregen. Dus dan gaan we maar weer douchen. Hoeven we dat vanavond niet te doen. En ik ga me eigenlijk eerst nu even scheren. En dan lekker douchen. Dan zijn we toch meteen weer lekker helemaal fris. Zo, weer helemaal fris en fruitig. Zo, de pauze zit erop. Mooi een uurtje. We kunnen weer. Nou, het is weer lunchtijd. En ik sta voor de tweede keer pauze te maken. En ik ga een salade maken. Ik ga een saladetje maken met forel en spinazie, paprika en cherry tomaatjes. Dus ja, dan binnen 5 minuten heb ik een lekkere lunch. Dus ja, dat gaat hartstikke goed. Nou, mijn lunch zit erop. Ik ga nog even verder. Ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi hoi!